van Vele Hulksom. Wat doen we hier eigenlijk? We moeten het er nog ergens over hebben. De situatie daar in het oosten. Ja, precies. Precies. Daar moet iets aan doen. Ja, vind je van wel. Vind je van wel. Ik vind het wel. Die mensen hebben het al nodig. Hè. Die hebben het al verdiend. Ja. Een beetje hulp. Misschien wat pakketjes. Pakketjes van de Sint. Wat was jouw plan, Sint? Ja, we pakken boot. Boot? Nou, oké. Ja, dat wordt misschien wel heel lastig. Dat is denk ik lastig. Goed beetje contact. Goed punt, Piet. Misschien moeten we vliegen. Weet je wat? De Sint heeft een briljant idee. Ik wil samen een papiertje. Als we nou een... Ik ga wel even op zoek naar een vliegtuig. Ja, jij wel. Maar natuurlijk. En dan droppen we wat pakketjes voor die mensen daar hè, in de Oekraïne. Die kunnen dan wel een beetje een steuntje willen gebruiken, toch? Klinkt goed. Ja, dan doen we dat dan. Maar we moeten wel eerst even nog een tussenstukje maken. Hè. Ja, is het laag? Ja, tegen dat. Ja, nou, ik dacht dat kleine pittoreske misschien. Ja, is onderweg naar de Oekraïne. Dus dat is ook heel belangrijk. Is precies dezelfde vlag. Kijk. Nou, dat toeval bestaat. Toeval bestaat niet meer. Kijk. Doen we dat? Doen we dat. Nou, klink in prop. Dan hebben we een plammetje. Dan gaan we zo doen. Ik wil het vliegtuig. Ik ga op zoek naar een vliegtuig. Ja. Goed plan. Mooi. Nou, hier. Pak de bal en doe nog een potje rugby, mannen. Myself.
Ja. Zeg Pieter, verspreid eens even een beetje tussen de mensen. Ja. Ja. Die herrie af hebben mensen, want dat is wel veel te veel. Nou, daar zijn we dan eindelijk weer, hè? Ja. Oh, u bent er nog. Gezellig, mevrouw. Oh, nou, u zit nog lekker aan de klaar. Ja. Piet, waar heeft de Sint zijn biertje gelaten? Ga even kijken. Ga even kijken. Ja, super. Ja, ja. Ja, we moeten het maar even brengen. Ja, dank u wel. Ja, dank u wel. Vrienden. We groeten het publiek. Schud wat hand over. Schud wat hand over. Aan over de zon. Ja, oh, dank u vriend. Ja, hier. Oh, Chip. Chip. Even kijken. Hallo Hulsel. Hallo Hulsel. Dank u wel, vriendelijk. Ja, het was kiezen tussen de Spitters-conferentie of hier in Hulsel, maar de conferentie was geplaatst. Dus het was werd toch Hulsel. Ja, en ik ben blij dat je... Ik ben blij dat ik een reservemicrofoon bij. Die heb ik nog geleend van die touw, zo gauw. En die had ik hier gewoon voor reserve, dat die even mee even vasthouden. Ja, want dames en heren, het is vandaag een interactief programma. Ja, u zit nu stil, maar er komt vanzelf beweging zo meteen in de beentjes. En ik weet dat de scenario Piet naast mij die zegt zo, Sint, je hoeft het alleen maar voor te lezen. En die maakt er heel wat anders van, want dan staat hij in mijn schrift. Maar ik lees nu verder, waar was het? Oh, let goed op. Heb je al het strooigoed gestrooid, Piet? Ja, dank u wel. Want iemand vindt straks de gouden pepernoot. De gouden pepernoot. En die gouden pepernoot zit een hele leuke prijs aan vast, dames en heren. Dus we gaan proberen om jullie een klein beetje te wezen te krijgen. En Harry is er ook. Harry, steek je hand op. Harry, ja, kijk eens. Ja, de persoonlijke assistent. Heb je ook je leuke t-shirt aan? Als Harry het niet kan maken, dan kan niemand het. Oh, die heb je niet mee. Jammer. Heb je wel intussen een flauw lampje gevonden? Een flauw lampje? Flauw lampje? Nee, ook geen flauw lampje. Waar is de elektronica gebleven? Deze is speciaal voor jou, Harry. En jullie mogen allemaal meezingen. En de Midnight Special. Neemt u beweging, hè? Dit lijkt niet meer Rolson tussen de planken. En niet op de planken. Kom! Ja! Zijn er dus niet op mij. Oh, middernacht, schijnt het licht op mij. Oh, middernacht, schijnt het licht op mij. En dan word je het huis uit. Je kijkt de wereld in het rond. Dit begint van april, klopt ook nog. En de bloempjes komen uit de grond. Oh, middernacht. Oh, sorry. Ja, ik laat me even gaan. Zo deze tijd dat je wel. Ik heb een hoop piep uit. Even kijken. Wat was ik van mijn lieve? Harry, ja, Harry, dankjewel. Harry. Top. Er is licht aan het einde van de tunnel, Harry, voor jouw lampje. Daar zullen we het straks nog eens even over hebben. Zeg, Piet, heb je niet een leuke kleinigheidje net hier? Een aardigheid. He? Want ik heb begrepen, ik zag net de foto van Facebook van de Sint, die was al gelekt, zag ik net. Dat was een tweede plaatje uit de laatste show. He? Die was gelekt. Dus het, ja goed, we zullen het verder niet over hebben. Maar, wat was ik mee bezig? Oh ja, even een vraag. Is iedereen hier boven de 18? Ja? Nee, niet? Oh, oké. Nou, willen dan alle stoute meisjes zich even melden bij de Sint? Dan noteer ik even nummer en gegevens. Nee, laten we later een afkomen, maar joh. Laten we nou wat vies voor die Sint. Oké, wat hebben wij voor jullie in petto? Hè? Nou, Piet, wat staat hier? Piet, wie staat Piet? Sint, vertel me wat. Nou, dan slaat de blad erom, hè, dames en heren. Even kijken. Oh, ik ga even de Pieter aan jullie voorstellen. We hebben hier Giel. Giel, onze gebaren Piet. Dus voor de blinde en slechtziende, Giel, de gebaarpiet, gaat voor jullie volledig alles spotloos, volledig helemaal duidelijk uitduiden. Het is belangrijk dat je oplet bij dit onderdeel.
Want de gebarentiet gaat zometeen 5 beroepen uitbeelden. En degene die de 5 beroepen raadt, krijgt wederom een prachtige prijs onder uit de zak van Sinterklaas. Weet je wat? Joep, onze slowerpiet. Joep, wat ben je? Ah, Joep is daar. Speciaal voor deze gelegenheid in het donker een extra lightstick, zodat hij goed zien is voor de mens. Ja? Dan hebben we Sjors, onze sportpiet. Sjors, Sjors, ah, Sjors. Rugby, rugbyballen voor de liefhebbers van een potje rugby. Ja, altijd fijn. En dan hebben we Gijs, onze serieuze piet. Die houdt op de tijd in de... Hoeveel, Gijs? 5. Dankjewel. Oké. Maar, laat je vooral verrassen. Beetje doorboel nog, hè? We zullen maar gewoon verder gaan. Met de gouden pepernoot. Even kijken. We geven ook een oude taart weg. We doen de 5 bloem zo. We hebben hier we doen de sit-up schoot. Dat is iets heel nieuws. We zijn nog niet gewend. Normaal zitten jullie bij de sit-up schoot, maar nu komt de sit bij jullie op schoot. Ja, dat is een heel leuk interactief spel. Wat we zelf bedacht hebben, dat is nieuw. Even kijken. Slomme Piet. Ik denk dat het tijd is voor de verlengstoel. Ja, dit is nu tijd voor de plek, zodat mijn bochtje niet... Wat een goed idee, Piet. Wat een goed idee. Nou, doe maar eventjes, ik denk dat daar achterin dan een stopcontactje vinden voor een bochtje. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Trek je niks aan voor Piet, Piet moet even een huisvader drinken. Even kijken. Dus, wie heeft er van u warme handen? Ja, ik zoek iemand met warme handen. Niet allemaal tegelijk. Oh, 18 plus. Rondborstig en warme handen. Liefst, ja, daar houdt de zin van. Hè? Stoute meisjes, hè? Nu mogen zich ook aanmelden voor de staf. Hè? Want ik hou niet van koude handen op mijn staf. Oh, die heb je het gemaakt. Ja, fantastisch. Geweldig, goed. Dan gaan we gauw door met... Heb je hem al weggegeven? Geef hem. Nou ja, melden. Ik denk dat we gewoon een vrijwilliger moeten aanwijzen. Dus wijs maar even iemand aan, Piet. Dankjewel. Als variant op een eeuwenoude paal zittend bij de Sint op school, komt de Sint nu bij jou op school. Een soort stoelendans voor de Sint en Pieter. Wanneer de muziek stopt, springen wij bij iemand op school. De laatste geeft het nietsvermoedende slachtoffer, eens even kijken, een tom in het oor. Piet, staat dan recht. Piet, staat dan recht. Ja, tom in het oor. Ja. Oké. Okay. Om een beetje spanning in het spel te brengen, moeten we toch af van die knuffelangsten die we hebben opgedaan gedurende de corona. Niet hard voorlezen. Oh, had de Sint al gezegd van die stoute meisjes van 18 plus, waar is onze gebaren Piet? Vandaag op gebaren Piet assisteert u even de slome Piet met onze verlengkabel. Ja, ik denk dat ik 5 minuten heb voor de box en dan hand op. Oké, we gaan starten met het spel. Pieter, zijn jullie er klaar voor? Ik heb 1. Piet, volledige aandacht van 1 Piet. Oké, we gaan gewoon starten. Dus de muziek begint. Ik slaap weer op de bank van. Dat is voor straks. Ik kan Sinterklaas lijken. Die komt ook maar 1 keer per jaar. Dit is. Dit is de muziekje, ja, beweegt u maar vrij rond. Ja, en wij ook, ja. Ja. Oh, schatje. Ben je hier alleen? Kijk. Alle mensen zijn blij. Maar moeten vergeet dat ding. Stap opzij. Zit er weer op. Ja, achterkant. Oké. Okay. Niks aan. En door. Hoe zit je dit, jongens? Dat iemand de muziek heeft. Ik zit hier goed. Kan iemand de muziek even. Oh, maar nee. Los op de toeter, ja, hij.
is juist ingesteld voor 18 plus. Ja. De Sint zing ook niet. Laat het met mij, zo kan ik niet op school zijn. Ja. Heeft u een beetje schone oren? Ja? Dat is wel een deeltje waar je rond bij boven staan. Ja. Ja. Ja, dames en heren, het is wel belangrijk nu fris. Schone oortjes heeft, want anders begint de zin aan ja, hè? Broer, waar is ik fiets? Bah. Even kijken, ook nog voelen. En heeft u zelf ook al een versnapering gehad? Jazeker, ook nog wel. Ja. Wat een zonder zin, Pieter. Ja, we hebben een prachtig programma. Voor die elkaar gedraaid heeft, volgens mij ben ik een pagina kwijt. Dat komt precies op wat wij gingen doen. Ja. Oké, okay. Ja. Ik zal even uitleggen van het programma. Ja, haha, grappig van de zin. Oh, dat heb ik al gehad. Kijk, ja, we hebben voor nu een interactief, milieuvriendelijk, energiebesparend, hartverwarmend, multicultureel, avondvullend, geweldloos, muzikaal programma. Maar dat had u al gehoord, hè? Dat moet u even meenemen. Ja, ja, dank u wel. Ja, Johnny de Mol die kan hiervan smullen. Ja. Let me even de tip gehad. Even kijken, hoeveel zit er? Een kniek en we willen geen rugwinden verwachten van onze dag. Gaan we buiten staan, hè? We gaan blijven niet met de rugwinden staan, hè? Dat is de bedoeling. Even kijken, we geven nog een oude taart weg. Piet, ga jij gaan op zoek naar een oude taart? Ja, nou, wacht, stop. Ik lees het verkeerd. Het is een oude kaart. Het is geen oude taart, maar een oude kaart. Ik denk dat wij toe zijn aan de vijf beroepen. Maar is, ik mis een van mijn... Oh, daar is de gebaren, Piet. Dus het floor is yours. Wat jij wil. Iets met paal zitten. Ja, oh, waar is het? Ja, kijk, die mevrouw met warme handen. Dus als je even je naam heen, oh, goed. Oh ja, dat mag ook. Ja. Leef je uit, Piet. Kan de zin heel even bijkomen en dan vast vooruit leven zelf. We hebben het allemaal goed kunnen zien, want ik denk dat we het nog een keer willen zien, gebaren, Piet. Nog even één keer lekker. Ja, fijn. Oh. Ja, nou weten ze het vast en zeker meteen, hè. Nou weten ze het meteen. Dan ben ik van overtuigd. Oh, ja. Daar komt. Het volgende beroep. Hallo. Mooi uitgebeeld, hè? Mooi uitgebeeld. Hadden we eigenlijk gewoon op de muziek. Perfect. Nou, applaus voor Waarschuwing. Is het nou, ik zou zeggen, roep je maar. Beroep nummer 1. Want wie weet, wacht even hoor, ik word heel van die bril. Oh, ah, daar zijn jullie. Oh, dat zijn jullie met z'n velen. Goed, dacht met twee man, ik weet het niet. Ja, oké, beroep nummer 1 was...
Ik hoor hier een paaldanseres. Oh, dat is een tweede. Ja, een paaldanser, paaldanseres. Bacon letters tomato, hè? BLT. Sint is volledig inclusief. Hè? Dus iedereen mag binnen. Iedereen mag in die paal van de Sint klimmen. Als je naar Sint gaat, ja? Oké. Okay. Als in de tussentijd iemand met de ballen van de Sint zou willen spelen, Piet, help ze eens even een beetje uit. De ballen van de Sint, ja, ja. Iemand geeft even dat soort ballen van de Sint. Even gewoon even lekker met de ballen van de Sint. Hop, kijk, ja, juist. Ha, en dan gaan we door. Beroep nummer 3. Beroep nummer 3, ja, een beetje interactiever en zo. Het is hulsel op de planken, niet hulsel tussen de planken. Ja, kom, 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 kom op. Kom op, mensen, kom op. Hè. Nee, oh, kom op. Hè, ja, oké. Okay. Nou, we zullen het nog maar zeggen, even kijken. Gezondheid. Hebben jullie die eruit gehaald? Ja, ja. Er is een grapperhaus, hè? Met zijn corona-akkefietje, dat was één. Twee was, even kijken, de gebarentolk. Nou, als je die niet geraden had, nou, dan kunnen wij wel opnieuw beginnen. Daar staat hij. Perfect, perfect geraden, Piet. Groot klas. En de derde was, wat was de derde? Was het paaldanseres? Nee, paaldanseres? Paaldanseres. Paaldanseres. Hij deed ook nog een klein, misselijk mannetje, denk ik na. Poetin. Deed hij niet? Ja, dat moeten jullie gezien hebben. Ja. En hij maakte deze beweging, dat niet spelen op de fluit van Sint, maar dat is echt de muzikant. Dat is echt de muzikant. Ja. Even kijken, er staat er hier, gaan we spelen met de ballen van de Sint. Maar volgens mij zijn die al rond. Dan zijn we alweer toe aan het afronden, Piet. Ja, want we hebben een programma van een kwartier met een uitloop van ongeveer een uur. En ik denk van, ik denk dat we het dan gaan halen ongeveer, ja. Ja, even kijken. Nou, hopelijk heeft de Sint een klein beetje aan zijn slechte imago kunnen werken, zijn image. Want ik ben ook van ver gekomen, hè, van als kinderen. Genaamd de kindervriend tot slavendrijver met zandknapjes. Die heb ik ook voorbij horen komen. Ze hebben me wel eens genoemd een loverboy. Ben ik ook... Stel je allemaal wat ik niet ben. Ook is de Sint geen arbeidsmigrant. Of belastingontduiker omdat ik in Spanje woon en geen belasting betaal. Niets van dat alles is waar. De Pieten zijn gelijkwaardige vrienden van de Sint. Die er zelf voor kiezen om af en toe de klusjes voor de Sint op te gaan. Het daar. Zo, Piet. Dat je niet even kunnen waarschuwen, Piet. Nou. De Sint kwam 750 jaar geleden uit Turkije en de Pieten zijn zo zwak als roet. Dat is nou iemand de natuur, zo hoort dat. En wil ik nog één ding zeggen, want ik kreeg bijna medelijden met die Russische soldaten in de Oekraïne. Want die Oekraïners leveren wel heel veel weerstand. Dat vind ik eigenlijk schandalig. Zo kunnen die Russen nooit aan overwinnen. Vindt? Goed punt, Piet. Wil Alsens. Ik denk dat wij Wil Alsens naar de Oekraïne sturen. Wil Anders is namelijk de schrik van iedere tegenstander. Soms ook van onszelf. Maar ik denk dat het daar dan zo bekeken is. Nou, hebben we zelfs een stukje uit de actualiteit gehad, Piet. Had ik goed, even kijken hoe het licht. De Sint is eigenlijk een stukje dit. Even kijken, nou, er staat hier een stukje muziek. Ja, stop maar, want dat past een image wat de Sint eigenlijk wil overbrengen. Hè? Dat doen we anders. Hè? Dat gaan we anders doen. Het mag gebracht worden.